even get to cross. Samen met die van Akker op die vierde plaats, Arnie van de Bos aan de binnenkant voor mij. Neemt daar de leiding over van zowel Matthijs als Dennis van Veen. Die van Akker denkt, ja wacht even, maar Lani, jij mag er niet zomaar van door. Ik ga met je mee. Dus die gaat naar plaats 2. Van de Bos nu naar plaats 3. Dit van Veen naar 4. Daar komt Roy Meijering bij. Die gaat buitenom voorbij aan van Veen. En die moet dan helaas samen met zijn broer het gevecht gaan. Aangaan. En dan zit daar ook nog Tim Thieme bij, die inmiddels Matthijs van Veen gepasseerd is. Mooi. Volgend jaar is de kans aanwezig dat Matthijs van Veen doorstapt naar de auto van Dennis van Veen. Dan komt de auto van Matthijs van Veen weer vrij. En daar zal na verluid Anouk Brakels eventueel in plaats nemen. Maar dat is allemaal toekomstmuziek voor volgend jaar. Voorlopig is het in elk geval Lani van de Bos. Zijn het de dames hier die de dienst uitmaken, want Niek van der Akker is verwezen naar een derde plaats. Manon Boes heeft een plaatsje gewonnen. Meijering op die vierde plaats. Als vijfde Tim Thieme, daar zie ik inmiddels Tim Lutke-Veldhuis aankomen wandelen. En als ik zeg dat Tim Lutke-Veldhuis vandaag komt aanwandelen, dan weet u ook wel dat hij vandaag niet start. Wat is er gebeurd? Tim Lutke-Veldhuis in de BMW-klasse heeft zijn auto gekocht. Daar zit Van der Zwaag vandaag in, we starten nummer 50. En die zal dus door de deurs waarnemen. En Tim Lutke Veldhuis zal rustig vanaf de zijkant gaan toekijken. Voorin, wisseling van de wacht. Lani van der Bos terug naar een tweede plaats. Manon Boes. Opkom. Dan is het de Niek van Akker op die derde plaats. Meijering op vierde. Tim Thieme, vijfde. Zesde, Dennis van Veen. De zevende, Matthijs van Veen. Het direct zit langzaamaan een beetje uit. Dat is ook een schaam ontwaakt. Dan heb je ook weer wat dat zit nu in het veld ook al in die tweede plaats. Daar zit nu een clubje van vier bij elkaar. En is Lani van de Bos in staat om die tweede plaats in die laatste vijf ronden die we nog hebben, vier ronden inmiddels, om dat vast te houden. Kijk wel of dat hij buitenom aansluiting kan vinden en misschien ook wel het kaartje kan vinden binnendoor. Terwijl hij buitenom kijkt bij Lani van der Bos van joh, kan ik mezelf weer naartoe remmen? Dacht Roy Meijering even binnendoor een plekje te winnen. Dat lukt nog niet helemaal. Even keurig netjes de kast loslaten en weer aangesloten. Tim Thieme die denkt van ik kan prima meekomen met die Nissan Micra. De 7-1-25-34-3000 Starlet. Tim daarentegen niet. Lani van der Bos op de tweede plaats achter Manon Boes die nog weer wat ruimte heeft gewonnen. En in principe, als er technisch gezien niks misgaat, de zegen niet meer uit handen zal gaan geven in die laatste twee ronden die we nog te rijden hebben. Lani van der Bos op de tweede plaats, Niek van Akker nog steeds derde. Vierde is Roy Meijering. Voor Boes is dit gunstig, pakt ze toch weer 2 punten voorsprong extra op Roy Meijering. Ik zeg 2 punten, maar ik besef mij dat de puntentelling dit jaar aangepast is. Dus ik ga uit 12, 11, 10, dat is niet wat tegenwoordig het geval is. Lani van der Bos zou ze bijna naar de tweede plaats toe willen schreeuwen, maar voorlopig is ze er nog steeds voor. Lani in de witte vlak. Tweede plaats, Lani van der Bos.
wachten op de familie van Veen. Daar gaat niemand naar heen. Nou, Dennis van Veen komt hier als zesde binnen. En als de zevende natuurlijk Matthijs van Veen. Dan hebben ze allemaal gehad. Is iedereen veilig en in de zandlijn. En zo. Van Veen tegen zich aan zien komen. De rubber hangt los. Waarschijnlijk wordt dat een meatball. Want bij loshangende delen krijg je nou eenmaal een meatball tot je beschikking. Voorin is het dus in elk geval Dennis van Veen. Niek van der Akker op die tweede plaats. Tim Tieme, plaats 3. Gevecht tussen de dames, oftewel Milan Boerserie. Gevecht met Arie van der Bos. Matthijs van Veen dus op de plaats voor voor Meijering. Met een op vastzittende bumper. Maar je zou denken dat hij er weer een beetje af gaat vallen. Laten we eens kijken hoe zich de velder ontwikkelt. Van Veen op 1 van de Akker, daar dus naast. De tweede plaats buitenom. Kijken of het er omheen kan komen richting nou ja, de rug van het Rennerskwartier. En jawel, hij zit er buitenom omheen. Van Veen staat 2, 3 is dan voor of van Lamboes. Tim Tiebe op die vierde plaats. En zoals gezegd, een meatball voor Roy Meijering. En dus uitval. Om in het kampioenschap voor Roy Meijering van het eerste plaats veilig te stellen tenzij we uitval krijgen van Manon Koes. Zijn we allemaal niet meer bezig? We zijn aan het kijken naar de wedstrijd. Voorin is het dus Niek van der Akker op die eerste plaats. Tweede plaats is het dus Manon Koes. Derde plaats dan met Dennis van Veen. Tim Tieme op die vierde plaats. Maar daar komt Lani van der Bos aan. Lani van der Bos dus op jacht naar plaats 4. Want ze wil graag ruilen van positie. Matthijs van Veen sluit dit punt de rij en zoals gezegd, volgend jaar kan daar een Brakels waarschijnlijk in plaatsnemen en schuift Van Veen door de oude Van het veld begint langzaamaan een beetje uit elkaar getrokken te worden. Van der Akker dus nog altijd de leider. Maar dan lijkt voorzichtig aan dichterbij te komen. Tim Tieme vooruit, langzaam aan richting Dennis van Veen. Dus
zo meteen een vierde modder. En dan lukt dat dus net niet, want de auto valt stil. De elektronica is nat en er is ook een rode vlag, dus we krijgen een herstart. Kunnen krijgen. Ja, hij nam toch net even te veel risico, zullen we dat maar zeggen, in die eerste bocht. Maar het lijkt erop dat het over uit en sluiten is. Tweede opgang wil nog. Op dit moment uit de wedstrijden.
heeft nu dus wederom een eerste plaats in handen, terwijl Lani van der Bos nog altijd in gevecht is om te ruilen van positie met Roy Meijering. Roy Meijering dus op plaats 3, maar dat wil Lani van der Bos graag in handen krijgen en die heeft op dit moment de vierde plaats. De auto wordt ook wel eens in leegstand gebruikt voor de rookieros. En dan gaat hij de 1300-afdeling, nu zit hij nog in de 1000cc-afdeling, om dat deel te kunnen nemen hier aan de juniorklasse. En dan wordt het niet vandaag voor Meijering. Lani van der Bos, handen in de weg, ruimte erop, kijken weer of dat ze voorbij kan komen. Nieuwe, dus op plaats 5 gaan we dus weer door het hele veld heen. Al zoemend over de baan gegaan. En ook Van Veen zit er nou voorbij. Maar binnendoor wordt hij voorbij gereden door Roy Meijering. Meijering neemt dus de eerste plaats in. Tweede plaats voor Niek van den Akker. De vierde is de plaats 3. En dus probeert dan buiten om de vierde plaats veilig te stellen. Van Veen als de vijfde en Lani van den Bos op dit moment de zesde. Nou, voorop rijden twee mannen die we vandaag de hele dag hier bestand hebben gehad. Dus het zou leuk zijn als ze het weten te voltooien. En alsnog de finish bereiken. Met een 1, 2 of derde plaats. Voorlopig is het Meijering dus op 1. Van der Akker op 2. De derde plaats is voor Manon Boes. Die daar tussendoor zit. Nou, even wat laten remmen. Van der Akker moet het dan laten gaan. Plaats 3 wordt plaats 2. Dan krijgt hij nog een beetje hulp van Tim Thiewe. Maar Tim Thiewe is goed waar. Van der Akker natuurlijk kan proberen dicht te gooien. En dan heel klein contactje achter de pomper heeft. Niet vervelend genoeg om er last van te hebben. Maar wel even contact. Voorin inmiddels dus Boes op die eerste plaats. Dat heeft de dame wel eens eerder gedaan vandaag. Meijering op die tweede plaats, de derde plaats voor Van der Akker. Vierde is er nog steeds. Dennis van Veen. Boes dus op die eerste plaats, tweede. Meijering, derde. Van der Akker. Tenzij Tibo daar nog een keertje roet en eten gooit,
oplading van de Bosgroepsorde nog in één keer in die laatste vier ronden een hele grote verrassing in petto hebben. Meijering, Van der Akker, Tiebe, Van der Bos. Het kwartet bij elkaar. Vechtend op die tweede plaats. Meijering nog altijd in het voordeel. Van der Akker, zeven op die derde plaats, zou je denken. Die zit er wel goed bij. Is even die tweede top straks geweest. Nog niet. Behalve dat het ook niet nodig is om elkaar op die manier te passeren. Tiebe gaat het buitenop proberen. Van der Akker moet opletten. Meijering, Van der Akker, Tiebe. Ja, de Bos. Ja, wil ik de boel voor ik nou nemen? Terwijl Manon Boes hier de laatste rondesordening krijgt, is het gevecht achter haar nog altijd bezig. Het gevecht tussen Meijering en Van der Akker. Tiebe die daar dus bij zit. Als ze niks raars te doen, Manon zich niet geschakeld of stuurfout maakt, dat ze deze finale ook wint. En dan heeft ze echt het maximale haalbare uit de auto gehaald. Dan heeft ze alle overwinningen vandaag gepakt. Van der Akker verliest de derde plaats.